Het is bij sommige mensen een geliefde uitspraak om te zeggen: redeneren is de reden eren. Daarmee veronderstel je dat er een tegenstelling is tussen geloven en redeneren. Wie gelooft, redeneert niet. Wie redeneert, gelooft niet. Als je zo denkt over het christelijk geloof, heeft dat nogal wat gevolgen. Toch zijn er veel christenen en ook wel niet-gelovigen die zo denken. Aan beide kanten zie je de gedachte: als je echt gelooft, moet je je verstand blijkbaar uitschakelen. Moet je niet meer redeneren, moet je geloven, moet je vertrouwen. Toch is er wel het nodige tegenin te brengen. Als je dat denkt, als je zo het christelijk geloof beziet als iets dat vooral allereerst een zaak van een sprong is, een overgave, wat betekent dat dan? Ten eerste dit: als het geloof een sprong is, kun je afvragen, ja, maar waarom zou ik de sprong naar het christelijke geloof maken? Waarom niet de sprong naar het boeddhisme, hindoeïsme of de sprong naar het atheïsme? Als het zuiver een sprong is in het donker, in het onbekende, ja, waarom zou je dan deze sprong maken en niet een andere sprong? Daar moet je redenen voor hebben. Dus het is wel degelijk mogelijk om te zeggen, ja, die tegenstelling tussen geloof en redeneren is niet zo scherp als je op het eerste moment misschien wel zou denken. Er komt nog een tweede punt bij. Ook veel christenen zelf zitten met vragen. Zij denken na over hoe spreekt de Bijbel over de schepping, hoe verhoudt God zich tot het kwaad. Noem maar op, er zijn heel veel vragen te bedenken. Mag je daarvoor naar op zoek naar een antwoord, of moet je zeggen, nee, als ik geloof, dan zet ik mijn reden en mijn denken stil, dan geloof ik alleen. Dat zou een breuk teweeg brengen. En dat hoeft niet, dat mag niet. Een gelovige is innerlijk ook een eenheid. En we zien dat ook in het grote gebod dat Jezus geeft, in Matteüs 22. Wij moeten God lief hebben met ons hele hart, inderdaad, maar ook met ons hele verstand. Dat hoort er dus wel degelijk bij. Paulus zegt, ik zal niet alleen met het hart bidden, maar ook met het verstand bidden. En dat mag ook. Een christen hoeft zijn verstand niet uit te schakelen. Hij mag wel degelijk zijn verstand gebruiken. Hij mag redeneren, ook als hij gelooft. En er is nog een punt wat ook wel belangrijk is. Als je in gesprek bent met andere mensen en je wil ze vertellen over het christelijk geloof, en je nodigt ze alleen maar uit om een sprong te maken, dan is het gesprek ook zo voorbij. Dan blijft het eigenlijk veel te vrijblijvend. Die ander heeft helemaal geen reden om te denken dat hij die sprong zou moeten maken. Maar als je redenen hebt, als je argumenten hebt, als je overtuigingen naar voren kunt brengen, dan voelt die ander veel meer de klem en de noodzaak om zichzelf bezig te houden met die vragen en de antwoorden die het christelijke geloof aanreikt. Dus juist die vragen, dat redeneren, de argumenten kunnen helpen in een gesprek over het evangelie. En daarom laten we geen tegenstelling maken tussen geloof en reden, maar laten we ze samenhouden. John Owen, een theoloog uit de 17e eeuw, die zei het zo: als God aan een mens het geloof geeft, dan maakt hij zo'n mens niet tot minder dan een dier, minder dan een mens, een redeloos dier zonder verstand, maar God maakt zo'n mens tot meer dan een mens. Hij maakte hem een christen.